met Matthias Winsman en ik heb samen met zijn Berber Verpoest de documentaire en het artikel Zwijggeld gemaakt. Er is 20 miljard gebruikt, belastingsgeld. Dat is 2000 euro per Belg. En je kan daar tegenover verwachten dat de overheid transparant zou zijn over hoe dat ze dat geld gebruikt in de banken en wat dat ze waarvoor ze ijvert in die banken. Daarover is er totaal geen transparantie. En het is ook zo dat op het moment dat we de minister daarop aanspraken, dat er toch minstens iets van toelichting rond kan komen dat we eigenlijk met een kluitje in het riet werden gestuurd. Zeker door de minister van Financiën die ondanks herhaalde aandringen geen interviews toestond. Wat ook zo is, is dat een aantal van de technieken die we toegepast hebben gekend waren. Dat waren onderzoekstechnieken naar beleggingen van banken. Daar is een soort database voor over waar dat we weet van hadden, dankzij het Bank Secrets netwerk, dus een netwerk van NGO's die die database ook gebruiken. Voor andere zaken, zoals het opzoekingswerk rond belastingsparadijzen, hebben we eigenlijk nieuwe vormen ontwikkeld. In de zin dat we volgens ons dat in België nog niet was gebeurd, om het aantal filialen, dochterondernemingen en trusts en andere financiële constructies in belastingsparadijzen te gaan tellen. Een heel groot voordeel is dat je daar een video bij hebt, waardoor je een heel hoop mensen bereikt die dat misschien niet de moeite zouden doen of niet aangesproken zouden zijn tot het lezen van een artikel. En zo denk ik dat je een veel groter bereik hebt dan wanneer je enkel een artikel schrijft. Het voordeel van een artikel is dan weer dat je dieper kunt ingaan op bepaalde zaken, veel meer in detail. En we hebben ook geprobeerd om dat een beetje complementair te maken.